darkness. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Zo, als ik dit dus opneem, is het vandaag dinsdag 18 januari 2022. En het is nu net 3:12, midden in de nacht. En ik stel mijn, injectie nog even uit tot en met een donderdag. Want we krijgen het weekend bezoek. En dan wil ik toch wel even nog, een beetje normaal kunnen lopen. Maar ik ga nu lekker naar bed, zometeen. En ik hou jullie morgen weer op de hoogte voor mijn nieuwe dagboek. Dus ja, we gaan er weer morgen zien. Zo, een hele goede avond, lieve allemaal. Dit is deel 3 van mijn dagboek Agnes. Als je dit dus nu net inschakelt, het is vandaag dinsdag 18 januari 2022. En het is nou, even kijken op mijn klok, het is nou 9:05 in de avond. En ik ga jullie weer even bijpraten. Dat mag ook wel weer. Vanochtend heb ik Lady uitgelaten. Ging niet goed. Ik ben 3 keer in om mijn voet heen gezakt. Ik ben op mijn knieën gevallen. Dit komt daar ook van. Niet van dat ik dus mijn bureaustoel aan de kant heb geflikkerd en mijn eettafel. Dat niet. Mijn knieën zijn dus niet kapot. Maar ja, hè, ik vang me altijd op of hierop of daarop. Ik weet niet. Maar, het gaat niet al te best. Ik heb vanochtend ook het ziekenhuis gebeld. Morgen moet ik om 8:30 bij het ziekenhuis wezen. Voor een injectie. Maandag de 24e heb ik dus 2 afspraken. En dan is het afwachten. Maar ik loop gewoon en tegen muren op dit moment. Omdat ik gewoon weinig kan. Ik wil een hele hoop. Maar het komt niks uit mijn handen, zeg maar. Ik wil het wel. Maar als ik al ga lopen, dan schiet de pijn helemaal zo tot aan mijn kruin, zeg maar. Naar de wc. Ik bijt zowat wel op mijn tong. Oké, ik doe het niet, maar hè, bij wijze van, zoveel pijn doet het om gewoon eigenlijk niet iedere keer te willen gaan klagen. Maar deze buikpijn, het is zo, ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is gewoon onbeschrijfelijk hoeveel pijn het doet. Het zijn gewoon, net als wat Ro ook al zei, het zijn geen speldenprikken, zeg maar. Het zijn gewoon iedere keer steken. Ik zeg wel van iedere keer, het zijn een soort van messensteken die je voelt. Erin en eruit en erin en eruit. En dan even er iedere keer in en dan eruit en zo. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar het is gewoon niet fijn. Het is continu aanwezig. Ik heb ook afgelopen nacht niet geslapen. Ik heb afgelopen nacht, nou ja, niet geslapen. Ik heb 3 uur, 3 uur. Ik heb 2:53 geslapen. Dus dat is bijna 3 uur. Dus dat is niet veel. En dan lig je alleen maar te huilen van de pijn. Alleen maar huilen. Dan slaap je even. Dan doezelen. Dan ben je weer wakker. Het is even 5 minuten doezelen. En dan ben je weer wakker. Dus alles vloog op me af. De muren kwamen vandaag op me af. Er is 1 lamp kapot gegaan. En dat is de oude lamp die hier in zat, die grote bol. Maar ik was helemaal zat. Ik heb mijn bureaustoel om lopen gooien. Ik heb mijn eettafel de hele huiskamer laten zien. Het is gewoon onmacht, want je kan niks. Hey Messi, kom maar. Nou, die wil ook eventjes aandacht geven aan mij. Dat is heel lief, dankjewel. Oh. Dus ja, dat is eventjes weer dat ik jullie bijpraat. Dus we gaan het weer morgen zien welke arts ik heb. Ro, die zei ook eens van, is het inderdaad niet handig om inderdaad medicijnen mee naar huis te krijgen? Injecties, want mijn schoonmoeder die wil dan wel inderdaad injecteren, want dat mag ze nog steeds, gelukkig. Dus we gaan het meemaken.
Want dit gaat gewoon niet. Ik heb zoveel pijn. Ik heb gewoon zoveel pijn. En ik hou mijn kont nu groot. Ik heb gewoon zoveel pijn. Hij mij ziet. Ik heb gewoon zoveel pijn. Kom maar. Kom die andere zuster bij. Daar is ook al. Ik heb gewoon zoveel pijn. Doe rustig, schat. Het is gewoon niet te doen, dit. En als mensen hier al jaren mee leven, hoe dan? Hoe moet je hiermee leven dan? Dat is mij de vraag. Je vrouwtje pijn, hè? Dus, dat wou ik jullie even meegeven. Het is gewoon geen fijne ziekte, eventjes aanhalingstekens. Want vooral als je een maagverkleining hebt, in mijn geval, je kan niks. Je mag geen andere medicijnen hebben dan alleen maar een injectie. Het zou gewoon fijn zijn als ze ook gewoon eigenlijk een soort van snelcursus geven of zo aan de patiënt zelf. Van hoe je dus jezelf moet injecteren. Dat je ook gewoon de injecties mee zou kunnen krijgen. Ja, schat. Zelfs dit doet me al zeer die kracht van haar op mijn lichaam. Maar ja, hoe kan je dat een hond aangeven? Kan niet, weet je? Dat gaat gewoon niet. Nee. En ze voelen het gewoon allemaal. Maar ja. Ik wil jullie even bijpraten. Dat heb ik nu gedaan. En ik vind hopelijk wel een manier om daarmee om te gaan. Maar vandaag was het gewoon weer eventjes de druppel. Vorig jaar heb ik ook eventjes een de druppel gehad. Dat is nu ook even. Dus. Ik ben helemaal aan het doen. Dus. Ik zou zeggen en tot de volgende. Hoi, een hele goede morgen. Het is vandaag, als ik deze video opneem, maandag 24 januari 2022. En het is nu 6:40. Ja. Dus 20 voor 7. Ik verga van de pijn. Ja. Ik ben beroerd, misselijk. Ik heb iedere keer kokhalsneiging op dit moment. Is niet fijn. Ik slaap per nacht iets van 3 à 4 uurtjes. Dus dat is ook niet heel veel. Dat is ook niet bevorderlijk. Ik heb voor het laatst gewogen. Dat was vandaag. Daarvoor, dus voor vandaag, heb ik op 11 januari gewogen. Ik heb hier de grafiek voor mijn neus. Dus ik zal het even vanaf die kant van mijn beeldscherm vanaf lezen. Op 11 januari 2022 woog ik 92,8 kilo. En vandaag heb ik weer gewogen. Niet schrikken. Ja, ik ben aardig wat afgevallen binnen een week tijd. Een week en een dag, moet ik wel goed zeggen. Vandaag heb ik dus gewogen op 24-1-2022. Weeg ik dus nu, mag ik even niet liegen, 89,3 kilo. Dus dat is ruim 3 kilo ben ik afgevallen. En dat in een week en dus 8 dagen tijd. Dat is veel te veel. Dus zometeen om 8:20 moet ik sowieso in het ziekenhuis zijn. Ik wil rond 8 uur met de auto gaan. Nou ja, niet rond 8 uur. 7:45. Het is hier wel in de buurt, maar ik wil niet gaan betalen voor de parkeerkosten. En bij het ziekenhuis heb ik totaal geen zin in. Om 8 uur ga ik wel gelijk bellen, want ik wil eigenlijk heel graag met mijn arts spreken. Ook sowieso omdat ik gewoon weer geen eetlust heb, geen drinklust. Ik heb hier wel een bak thee voor mijn neus, maar het is dat het moet. En dat ik dus weinig slaap. Nou ja, hè, je kan het wel optellen dat ik dus 3 kilo ben afgevallen in 8 dagen tijd. Dat is gewoon veel te veel.
Dus ik moet echt iets hebben om ook, hoe heet dat? Om goed te kunnen slapen. Ik ben moe, ben bek af. Dit kan gewoon zo niet. Daar ben ik me ook van bewust. En dat is het ergste eigenlijk, moet ik zeggen. Dat ik me er heel goed van bewust ben. Maar ja. Ik hou me continu zo groot omdat ik zoveel pijn heb. Omdat ik Ro niet iedere keer in de stress wil laten schieten en alles. Dus we gaan het meemaken en ik hou jullie op de hoogte. Ik ga deze sowieso meenemen en ik neem mijn statief mee. En dan hoop ik dat ik daar gewoon ook kan filmen. En anders neem ik het gewoon op. Punt. Ik wil gewoon weten wat er wordt gezegd, ook voor mezelf. Ook voor Ro, om het ook gewoon weer terug te kunnen horen, et cetera, et cetera. Ik vergaaf van de pijn. Dus ik ga mijn arts rond 8 uur gewoon bellen. Dus het was nog een uur en een kwartier. Ik ben zo beroerd als een hond, maar ik moet dit gewoon doen. Klaar. Nou ja, ik moet dit niet, maar waarom mijn lichaam zo mij in de steek laat, om het zo maar te zeggen, dat is zo raar. Hoe dan? Zo, we zijn bijna op locatie, bijna. We moeten nog even 650 meter lopen, even iets minder. Maar Rodi loopt achter me. En ik ga zo op het ziekenhuis bellen waar ik naartoe moet. Ja, om te kijken of mijn arts er is. Ja. Het is niet echt helemaal lekker, moet ik zeggen. Wat ik al vanochtend ook al zei. Dus, maar ja, hij schat. Hoi. Hoi. Ja. Dus, ik hoop dat het wel weer goed komt en dat ik zo meteen nog een prikker achteraan kan krijgen. Of dat zo meteen nog, moet ik even kijken. Hoe dan wat. Of dat hij er sowieso is. Niet, en niet dat we zo meteen nog eerst helemaal naar Westeinde mogen zo. Of naar die ziekenhuis, ja. Ja, dat schiet ook niet op. En daar hebben we de politie. Hé, hey, hoe toevallig. Dus, ach ja. Hi, politie. En heel langzaam rijdend. Heel langzaam. Kijk. Collega's. En die reed net ook al langs ons. Dus dit was gewoon een controle. Handig. Dus. Ik ga zo even bellen. Zo. Dit is etage 1. Dat is handig. Kijk, etage 1. Daar zit de heelkunde. Ik dacht op 2, maar geeft niet. Nu gaan we naar 3 toe. We gaan de grond. Waar heb jij het over? Ja, ja, het zal. Ik vind deze lampen ook echt niet mooi hier boven jou. En nou moeten we dus naar 3. En we zijn al een beetje verlaat. Hoeveel verlaat? 20 over. Ja. Mooi. Zo, route 98 richting de anesthesie. Helemaal top. Hier. Oh, politie. Nee, hun 98. Ik weet het niet waar. Oké. Okay. Het zal. Waar moeten we zijn? Geen idee. Daar toch. Hè? Waar moeten we wezen dan? Anesthesie. Even kijken, wacht even. Denk je op etage 3 te moeten zijn? Route 98, toch? Ja. Zijn we helemaal niet goed. We moeten dus naar etage 5 en dan route 53. Dan zijn we nu 11 minuten te laat. Nee, mag ik niet liegen. 6 minuten te laat, jee. Dan hier de gewone, ja, gewoon. Etage 5 dus, oké. Okay. Dan weer etage 5 pakken, jee. Nee, waarom stoor ik me daar ook aan? Even kijken of er mensen in de lift zijn.
Nee. Achteruit. Oh, yes. Ja? Ja. Hoe raakt die medicijn op dit moment? Op dit moment alleen maar injecties van Bronkhorst. Voor de rest geen paracetamol, dat mag ik niet. Nee. Dat staat ook in mijn lijst. Ja. Dus, ibuprofen mag ik al niet. Ik mag Celebrex blijkbaar ook niet. Dat kreeg ik voor de vorige keer te horen van arts. Dus dan blijft er heel weinig over voor mij. U koopt ook geen geneesmiddelen, denk je al magnesium, calcium? Nee. Homeopathische middelen? Nee, totaal niet. Nee. Die injecties die heeft u thuis of die krijgt u op de die krijg ik in het ziekenhuis toegediend. Oh. Nee, er zit nog een jas onderlief deze zo. U heeft ook geen puffertjes bij benauwd? Nee. Bloedverdunners ook niet? Nee. Bij de allergieën heb ik inderdaad paracetamol staan, oxycodon, ja. Lactose en kiwis. Ja, klopt. Andere allergieën bij u bekend? Zover ik weet niet. Nee, geen noten of pleisters? Nee. Oké, dan heb ik u nu ingezet dat u in principe geen medicijnen gebruikt. Top. Van uw arts. U koopt ook niks aan andere medicijnen, nee, zoals pijnstillers en tot zover bekend alleen de allergieën die ik net benoemd heb. Klopt. Zou hier wat aan wijzigen voordat u moet komen? Dat u bijvoorbeeld wel geneesmiddelen gaat gebruiken. Neemt u die informatie dan even mee? Nee, ja. En even een stripje van uw geneesmiddel of een buffertje wat u op dat moment gebruikt. Is goed. Oké. Dan breng ik u zo even naar twee gesprekken dus met de anesthesiemedewerker. Top. Helemaal goed. Ja, ik kom even inbreken. Is leuk. jullie hebben dus hiervoor het filmpje van het ziekenhuis gezien. Dat ik dus in gesprek was. Ik wou dus eigenlijk overal filmen. Maar er was dus een andere arts die het nodig vond om weer aan een andere arts te vragen. Of er wel gefilmd mocht worden. Het mocht dus niet blijkbaar. En ik mocht het wel opnemen qua op je telefoon en dan kun je dus spraak opnemen. Nou, dat heb ik dus wel mogen doen, maar dan mag ik niet dus publiceren. Nee. Maar oké, alles is goed gegaan en ik heb sowieso al een datum. Ja, een hele goede middag. Als ik dit opneem is het vandaag maandag 31 januari 2022. En het is nu bijna 2:30 met 10 minuten ervan af, dus 14:20. En ik lig nog steeds op bed, want ik verga van de pijn al vanaf het weekend. En ik heb voor morgen 1 februari heb ik een afspraak en bij mijn arts weer. En dan hoop ik dat ik weer even mijn injectie mag krijgen en dan hou ik gewoon weer mijn bed rust. Bed. Blah. Ik ben dat een beetje zat. Dus we gaan het meemaken. En hoop ik dat het heel snel 8 februari is. Echt waar. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik heb het koud. Ik ben moe. Dus dat wou ik even met jullie delen. Dus ja, dat. Doe die wel even zo. Zo, zie ik ook niks. Oké. Okay. Hier? Iets aan het drukken, schat, want hier ging je harder als nu daar. Harder. Juist, dat zo. Goed zo. Hier is een hard punt en hier niet. Nee. Zo. Ja, een stipje is aan. Ja. Zo. Even wachten.
Yes, kom maar weer. Nou, koffie. Overal waar ik eigenlijk dat ga doen, niet en niet over. En hoe druk jij? Zo. Au, fucking hell. Even kijken, want, want als ik zelf druk, ja, dan druk ik echt dit gewoon eigenlijk in, zeg maar, dit. Ik druk echt gewoon in. Gewoon echt in. Nee. Nee, ik, lief, voor jou, kom eens hier. Ik druk echt gewoon in, dit. Ik druk echt in. Met iets meer kracht. Ik ga nog niet dood. Die voel je niet meer. Hè? Die voel je niet meer. Nee, ik moet even concentreren, want dan is het te veel, continu druk. Ik kan even nou niet concentreren, doe maar even uit. Gewoon even uit, gewoon even op dat licht uit.